Het evangelie van Jezus Christus is vooral het goede nieuws van God. En het is zijn liefde die mensen tot inkeer leidt. En het goede nieuws van God is wat we natuurlijk altijd willen benadrukken. God is een God die wonderen doet, die van mensen houdt, die boven natuurlijk in kan grijpen, waar fantastische dingen gebeuren. Maar betekent dat dan dat altijd alles in je leven voor de wind zou moeten gaan? En als dat niet zo is, betekent dat dan dat er iets mis met je is? Natuurlijk is dat niet zo. Ik wil echt duidelijkheid geven en ook zeggen, ook wij bij Go & Tell, onze bediening staat niet alleen voor het suikerevangelie, waar alles zoet is. Het leven is soms ook moeilijk en zwaar. Er is ook lijden, er is tegenslag en er is pijn. En dat herkennen we ook. En daar gaan we zelf ook doorheen. En daar zijn seizoenen van. Maar dat is niet altijd het verhaal. Het mooie is dat je het nooit alleen hoeft te doen. God is erbij. Ook als het lastig is. En als ik iemand ken die dit thema ook goed kent en doorleeft, heeft. Mm. En ja, gewoon de klappen van de zweep daarin kent. Dan is het mijn goede vriend Jan Pol. Jan, het is niet altijd even mooi. Nee, het is wel vaak mooi. Gelukkig ook, hè? Gelukkig wel, maar het is zeker niet altijd mooi. Nee, daar heb ik ook inderdaad mijn ervaring in het leven. En weet je, ook daarin denk ik van, is de Bijbel zo helder? De Bijbel verbloemt dat niet, stopt dat niet weg. Nee. Ja, dus aan de ene kant lezen we over de grandioze bevrijding van Petrus uit de gevangenis, hè, die door een engel wordt wakker gemaakt en de deuren worden opengemaakt en de geweldige wonden. Maar een paar hoofdstukken ervoor staat dat Jacobus is onthoofd in diezelfde gevangenis. Ja. Weet je, Stefanus die wordt gestenigd en die sterft. Ja. Paulus wordt gestenigd en staat weer op onder die hoop stenen vandaan. Ja. En we zien beide elementen zien we heel eerlijk terug. Ja. De Bijbel is een reëel boek, zeg ik altijd. Dus ja, we zien overwinningen, we zien zegen, maar we zien ook... Ja, nederlagen vind ik niet het juiste woord. Want ik geloof niet dat we een nederlaag echt lijden uiteindelijk. Mm. Maar we maken wel een stuk verdrukking mee uit. Ja. Nou ja, goed. In hem zijn we meer dan overwinnaars. Ja. En dat zegt iets over dat, hè, wat er ook komt, ja, hoe moeilijk het ook is, er altijd een element is waar God in is. Ja. Wat het misschien ook, ja, draaglijker maakt, dus ja, dat je het echt alleen zou moeten doen. Ja. Nou, dat is eigenlijk op Psalm 23, hè, dus de bekendste psalm uit de Bijbel. En midden in die psalm, hè, staat die geweldige woorden. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, u zijt bij mij, hè, dus ja, u bent erbij. Ja. Er staat niet van, ik zal nooit door een dal van diepe duisternis gaan. In Jesaja staat, hè, zelfs al ga je door het vuur, als we ga je door water heen, ik zal erbij zijn. Ik ben erbij. En dat is onze troost, ja, dat God zegt, ik ben erbij. Ja. Hoe heb jij je in die veldslagen staande gehouden van het lijden? Ja, ik wou dat ik kon zeggen van, nou ja, dat weet ik ook niet of ik het wilde zeggen, maar zo van, doordat ik sterk was en de juiste keuzes maakte. Proclameren. Dat ik proclameerde. En dat is absoluut niet zo. Dus natuurlijk moeten we keuzes maken, maar weet je, er zijn momenten geweest dat ik het echt niet meer wist. Nee. En dat het echt 100% God was die me daar weer... uithaalde uit die situatie. Ja, er zijn momenten geweest dat ik me zo ontzettend diep voelde gaan. En dat ik het letterlijk heb uitgeschreeuwd naar God. En er zijn momenten geweest dat ik zelfs gevloekt heb. Dat ik niet begreep waarom God niet ingreep. Ja, Marijke is een periode van 2 jaar lang ziek geweest. Ik heb 7 maanden lang moeten verzorgen op een hooglaagbed. Dat was een hele moeilijke situatie. Ik scheurde toen zelf mijn Achillespees met een partijtje voetbal met het vrijzijn team. En uiteindelijk mocht het gips eraf na 8 weken. Ik had hem halverwege nog een keer gescheurd, een hele toestand. En al die tijd Marijk verzorgen op een ongelukkige manier. Ik moest er zelfs wassen soms, eten geven. Ik sliep op een matrasje aan de voeteinde. Nou, en toen was ik uiteindelijk van het gips af. En ik dacht, halleluja, weet je wel. Ik was helemaal in een euforische stemming. En ik ga boven, ga ik douchen. En... Want het kon heel lang niet, hè? Met plastic eromheen, een beetje ongelukkig. Ik denk, oh, heerlijk douchen. En knal, het schiet in mijn rug. Ongelooflijke pijn. Ja, en toen knapte er ook gewoon mentaal iets bij me. Mm. En toen kwam ik beneden en zag ik Marijk daar op het bed liggen, sterk vermagerd. Er zat een tumor aan de bijschildklier, een ernstige hernia. En ik smeed de deur met zoveel kracht, smeed ik hem dicht. En toen slaakte ik een vloek. Ik gooide mijn bril door de kamer heen. En toen heb ik 20 minuten lang liggen huilen op de bank.
En ik zag het niet meer zitten. En uiteindelijk, weet je, ik ben weer gaan zitten en ja, wat ga je dan doen? Ik pakte mijn laptop en ik ging mijn mailbox in. En ik zie daar een mailtje van een gemeentelid, Lisa Versteeg. En gewoon een heel klein zinnetje, Jan. Vanochtend in mijn gebedstijd moest ik aan jullie denken en ik heb voor jullie gebeden. En toen werd ik bepaald bij een filmpje van Corrie ten Boom. En dat filmpje had ze opgestuurd. En het was een filmpje waarin Corrie ten Boom in 5 minuten iets deelde. En de kern van die boodschap was: al is een put nog zo diep, op de bodem van elke put is de hand van God die uiteindelijk weer optilt. En dat gebeurde letterlijk op dat moment. Op het moment dat ik dat filmpje zag, weet je, en dan zie je hoe belangrijk het soms is om gewoon naar predikingen ook te kijken in zo'n situatie, ja, kwam dat mijn hart binnen en kwam er gewoon weer hoop en voelde ik ook gewoon letterlijk die hand van God, hè, die me weer moed gaf om door te gaan in die situatie. En hij heeft ons uiteindelijk weer opgetild. Volgens mij ging dat over dat voorbeeld van zo'n balletje, een stuiterbal. Ja, in hetzelfde filmpje vertelt ze dat verhaal. Dus ze had een stuiterbaltje op deze hoogte. Dus als je dat op de grond, zeg maar, neergooit zo, dan komt het hoger uit als waar het uiteindelijk vandaan komt. Ja. En dat is met God ook zo. Dus de boze denkt, ik geef jou een klap. Ja. Maar God tilt je omhoog en je komt zelfs hoger uit uiteindelijk als waar je vandaan komt. Is dat zo? Kijk je daar zo ook naar als van dat is de ellende of de ziekte of de worsteling, dat is dan ook van de vijand die het leven zuur probeert te maken? Niet altijd. Dus ik zeg, als mensen mij vragen, ja, waar komt lijden vandaan? Hè? Zoals nu ook de hele coronacrisis waar we met elkaar in zitten. Ja, voor een deel gewoon doordat we in een gebroken wereld leven. Ja. Hey, dat is een oorzaak. Maar stormen kunnen ook komen heel duidelijk door de boze. Hè? Dus geïnitieerd door de boze. Maar ik geloof ook dat er stormen zijn die God soms gewoon toestaat in ons leven. Hmm. Maar voor mij is dat niet belangrijk wat nou de bron van die storm is. Het gaat erom, ik probeer altijd te kijken, wat kan ik zelf leren in deze storm? Hoe ga ik ermee om? Ja. En soms moet ik inderdaad, en daarvoor moet ik naar God toe, autoriteit nemen in de storm. Soms is het een stuk demonie, hè? En moet ik geestelijke strijd voeren. Ja, ja. Maar soms moet ik gewoon dwars door die storm heen. Hmm. Omdat God me daarin lessen wil leren. Maar goed, op dat moment is het vaak moeilijk om dat te zien. Ja. Daarom is het zaak ook om God continu in het oog te houden in die storm. Om continu toch hem in de ogen te kijken. Ja, zijn tegenwoordigheid te zoeken en op hem te vertrouwen in die periode. Ja, ik vind het wel, dat raakt me als jij zegt van, ja, luister, ik vraag mezelf niet af wat de bron is van de ellende. Nee. En dan geef je een voorbeeld en zeg je, ja, het kan de vijand zijn. Ja. Maar het kan ook gewoon zijn inderdaad dat jij niet had moeten gaan voetballen. Ja. Of het kan zijn dat je, het is gewoon wat er gebeurt in de wereld. En dan zeg jij, hoe het komt, dat interesseert me eigenlijk niet. Nee. En dat zegt mij iets over het vertrouwen wat jij hebt in God als jouw hemelse vader. Ja. Dat je ergens, want ik merk bij mezelf dat ik daar nog wel eens onzeker van kan worden. Ja. En dat gaat dan meer bijna naar een stukje identiteit. Van ja, maar ja, als mij dit gebeurt, dat het wordt dan een beetje het Job-verhaal. Van hoe kan dat nou? Ja. Waar ligt het aan? Ja. En alleen daar al ontstaat dan heel veel strijd. Daar verlies je de strijd eigenlijk al. Ja. Als je daar zo op gefocust bent. Je komt er niet uit. Maar dat is het hele ding. Ja. Je kan daar niet uitkomen. Ja. Ja. Even mijn dochters heeft ik een hele moeilijke periode meegemaakt in Nieuw-Zeeland. Ging echt de hele zware dingen in met een gezinnetje. En toen heb ik haar een quote gestuurd. Die had ik gelezen in een boek. Ik weet niet eens meer welk boek. En dat was een quote: if you can't trace his hands, trust his heart. Mm. En dus als je Gods handelen niet meer ziet, hè, en vertrouw op zijn hart. Ja. En die quote heeft haar gewoon overeind gehouden. Er doorheen gesleept. Die heeft het er echt doorheen gesleept. Dat ze gewoon wist van. En ze kende ook een verhaal wat ze zelf meemaakte. Misschien wel mooi om te vertellen. Ze was 5 jaar, diezelfde dochter, aan het spelen met broer Bart. En ze glijdt uit en ze valt met haar voorhoofd, zijkant van haar hoofd, op een punt van een gevelkachel. En een enorme wond, het bloed dat gutst er dan echt uit. Dus ik natuurlijk dichtgehouden, gelijk naar het ziekenhuis toe. En dat was gewoon een rot moment natuurlijk. En al die tijd was zij stil.
En ik had haar zeg maar in mijn armen en ze bleef maar met haar ogen naar mij kijken. Zo van, alsof dat zeg maar voor haar de zekerheid gaf, papa is erbij. Ja. En toen kwam ik bij die arts terecht en die zei, ja, het moet gehecht worden. En hij zei, ik kan haar verdovingsinjecties geven, fluister die in mijn oor. Maar ja, hij zegt, doet het ook weer pijn. Dus mijn voorstel is gewoon, dat is het snelst om zonder verdoving te hechten. Dus moet je, maar ze bleef op mijn schoot. Dus ik liet toe dat die dokter haar pijn deed. Ja. Maar wat ik nooit meer vergeet, en dat weet zij ook nog, ze bleef maar met die ogen naar mij kijken. Ja. En ze wist, ik moet pap in de gaten houden. Ja? En ik bleef met een glimlach, hè, met geruststellende ogen. En ze wist, het is goed. Mm. Papa, ja, staat die toe. Dus waar ik doorheen ga, is goed uiteindelijk. En dat moeten wij ook doen. In elke situatie moeten we proberen steeds weer in de ogen van God te kijken. Ja. En dan weten we, het is goed. Ja. Hij is erbij. Weet je, ik moet denken aan... Je leert van jongs af aan dat als iets pijn doet, dat je er eigenlijk van weggaat. Ja. Dus als je je hand kan verbranden aan een pan of aan een ketel, dan trek je je terug. Ja. En dat is natuurlijk fysiek zo, ja. Maar dat is emotioneel ook zo. Ja. Dat als het hard of moeilijk wordt, dan zijn we geneigd om te zeggen, ja, maar dat is niet oké. Okay. En dus willen we dat niet. En denk ik dat we soms bijna ook zo'n evangelie creëren. Ja. Waar pijn geen onderdeel is van geloven. Ja. Ja. Maar we hebben natuurlijk een God die meester is geweest in het dragen van de pijn van de wereld. Man. Die de diepe diepte, de zonde van de wereld heeft gedragen. Ja. En die eigenlijk ook zegt in zijn woord, alles waar jij bent of geweest bent of doorheen gaat, daar ben ik mee bekend. Ja. Ik sta daarin naast je. Ja. En ik merk dat als je eigenlijk, hoe meer volwassen je wordt, dat je ook gewoon leert, ja, maar ook dat hoort erbij. Ja. En het is niet het een of het ander, nee. Maar het is beide. Ja. God is een fantastisch goede, liefdevolle God. Ja. En tegelijkertijd is er ook pijn in het leven. En hebben we niet alle antwoorden waarom we soms door de dingen gaan waar we doorheen gaan. Maar die twee waarheden bestaan naast elkaar. Ja. En als God het leven geeft en zoveel goede dingen geeft, zouden we dan ook niet, dat Job die zegt het zo mooi, ook de moeilijkere dingen omarmen. Ja. En verwelkomen. Ja. Ik hou persoonlijk, ik ben echt een beetje een zoete kaal. Ja. Ik hou van snoep. Maar bitter is ook een smaak. Ja, klopt. Ja. En ik kan wel doen alsof dat niet bestaat. Ik kan natuurlijk focussen op de candy. Ja. Maar zuur vind ik soms ook nog wel lekker. Maar er zijn de smaken van het leven die eigenlijk allemaal... Die tot het palet, allemaal tot het palet behoren waar we doorheen gaan in ons leven ook. Ja. Klopt, ja. En dat zie je, ik vind het grootste voorbeeld Paulus. Hè? Dus die tot zijn bekering eigenlijk een comfortabel leven leidt met welvaart. Hè, werd geëerd hè, als christen vervolger. En dan komt tot bekering en vanaf dat moment maakt hij ongelooflijk veel tegenslag mee. Ja. En het wordt ook over hem geprofeteerd. Hè? Dus God zegt tegen Ananias, hè, je moet naar hem toe gaan. Hij is een dienstknecht in mijn handen. En ik zal hem tonen, hè, dus zijn geweldige roeping. Hij zal voor koningen verschijnen. Maar ook hoeveel hij zal moeten lijden om mijns naams wil. Wauw, ja. En als je dan het leven van Paulus volgt, dan zie je gewoon, die man maakt ook ongelooflijk veel mee. Ja. En weet je, God gebruikt dat allemaal uiteindelijk, toch? Schipbreuk. Ja. Gevangenschap. Ja, steniging, honger, wat ik net zei. Honger geleden heeft hij. Armoede. Armoede gekend. Rijkdom. Ja. Ja. En weet je wat hij zegt, lieve mensen? Ik heb geleerd om onder alle omstandigheden tevreden te zijn. Ja. Ja. Ja, dat vind ik zo krachtig. Wat ik ook meemaak, ik heb geleerd om daar, zeg maar, vrede in mijn hart mee te hebben uiteindelijk. Ja. In die situaties. Ja. Ja, dat is zo'n ongelooflijk krachtig voorbeeld. Ja. Waarin we zien dat God ook in al die details wel degelijk betrokken is. Ja. Weet je, en vaak zien we natuurlijk achteraf pas zeg maar wat de reden is geweest dat we ergens... Want vaak begrijpen we het natuurlijk niet. Hè? We kunnen het allemaal niet begrijpen. Als ik nu kijk waar ik doorheen gegaan ben in mijn leven, die situatie met Marijke, maar ook mijn eigen burn-out die ik heb meegemaakt, onder de angsten waar ik onder geleden heb, dan zit ik nu in een hele mooie fase van mijn leven. Mm. En mag ik een mooie rol ook zeg maar, vertolken? Mag ik een vader in het land zijn? Maar ik ben me zo bewust, dat had ik nooit kunnen zijn als ik niet al die processen had doorgemaakt. Mm.
Ja, dus waarom mag ik voor veel leiders een vader zijn? Omdat ik naast ze kan zitten, een arm om ze heen kan slaan. En ze kan zeggen van, joh, ik denk dat ik enigszins begrijp waar je doorheen gaat. Ja. Omdat ik zelf ook dingen heb meegemaakt. Ja, er zat een doel in mijn pijn. Ja, want anders zou het doelloos zijn. Ja. Dus uiteindelijk heeft het lijden altijd een doel. En dat begrijpen we misschien niet als we erin zitten, maar als we terugkijken. Ik denk dat Jozef ook niet begrepen heeft, waarom beland ik hier in de gevangenis? Nee. Ja? Wat is het voor... Ik had een heel andere verwachting van het leven. Ik had die mooie droom gehad en nu zit ik hier in de gevangenis. Ja. Ja. Maar als hij eruit is en hij terugkijkt, dan zegt hij tegen zijn broers, jongens, het was Gods hand die dat geleid heeft. Ja, weet je, er draait nu een film, die is nu op Netflix en die heeft in de bioscoop gedraaid. Die heb ik met Joyce gezien. Het is echt een heftig drama. Dat heet I Still Believe. En dat is het verhaal van een meisje dat ziek wordt, kanker krijgt. Bovennatuurlijk wordt genezen. Ja. Daarna toch weer ziek wordt en uiteindelijk sterft. Ja. En dan zie je dat haar vriend en haar man destijds, zijn journey daarmee. En hij is een worship leader. Ja. En hij staat nog steeds. En dat is ook het thema van die film. Dat ondanks al die dingen geloof ik nog steeds. En ook die verhalen kennen we natuurlijk van binnen ons eigen land. Ja. Hè, dat mensen door die dingen heen gaan. En dan zie je dat zo'n film eigenlijk ook gewoon de hele wereld overgaat. Ja. En zijn verhaal nu eigenlijk ook een getuigenis geworden is. Ja. En dat ondanks dat dingen moeilijk zijn, dat God ook die dingen gebruikt om de wereld te laten zien. Hey, ik ben erbij. Ja. En dan komen we natuurlijk ook weer op het punt van leven met God gaat uiteindelijk over de eeuwigheid. Ja, en, klopt. En wij zijn heel vaak in het hier en nu helemaal bevangen van als het nu maar goed gaat, als we het halen. Natuurlijk. Ik hoor jou ook zeggen, ik zit nu in een heerlijk seizoen. Ja. Want soms is het ook moeilijk om het leven te nemen als je anderen ziet lijden. Ja. Hoe kan je nou genieten als de wereld in zo'n chaos is en mensen failliet gaan en doodziek zijn? Hoe kan ik dan op het terras een cappuccino drinken en zeggen, ik zit lekker in mijn vel. En ik weet nog goed dat Joyce toen ook een keer zei tegen mij van, lieverd, weet je, wij zullen onze seizoenen ook hebben. Ja. En dat is ook iets om je te realiseren. Ja. Je kunt namelijk het gewicht van de wereld ook niet tillen. Nee. Dat is... Dat hoeven we niet. Nee. Nee. Maar als het zich aandient, loop er dan niet voor weg. Nee. Maar omarm het. Omarm het, ga er doorheen met God. Ja. Laat je mooi maken. Ja. Zodat uiteindelijk kom je er mooier uit. Ja, zodat je glans ontvangt. Ja. En ik denk dat mooi. Echt ook iets is wat... wat onderdeel is van wie jij bent. Ja. Je straalt. Ja. En dat straal je uit. Ja. Iemand zei een keer dat littekens in de hemel veranderen in goud. Ah, mooi. En dat de meest glimmende mensen in de hemel echt stralen van wat ze hebben meegemaakt. En we hadden het even over Edith Eger. Ja. Zo'n dame die het concentratiekamp heeft overleefd. Ja. Die dan spreekt over vergeving en therapie en mensen door de meest moeilijke misères heen haalt. En dat zijn zulke aanstekelijke, vrije, lieve mensen. Ja, zo compleet. Ja. Zo echt zo mooi. Ja. En mooi kun je alleen zijn ook als je de schaduwkanten leert omarmen. Als je die kent. Ja. Ja. Ja, Paulus schrijft in de Korinthebrief, hè? En daar schrijft hij natuurlijk over zijn lijden. Maar dan zegt hij ook dat hij een situatie heeft meegemaakt dat hij aan zijn eigen leven ook twijfelde. En zegt hij maar, daarin heb ik geleerd, ik zeg dit met mijn woorden, om ook op God te vertrouwen. Maar dan gaat hij verder en dan zegt hij ook dat hij in die situatie getroost is door God. En dan zegt hij, met die troost waarmee ik getroost ben, troost ik nu jullie. Wauw. Ja. Dus dat heb je geleerd ook in die situatie, dat Gods troost daar was. En dan kan je uiteindelijk anderen in zo'n situatie ook weer mee. Dan zou je bijna zeggen dat in elke pijn zit ook een cadeau. Zit een cadeau. Mooie uitspraak, David. Ja. Dus die ga ik eerder citeren in een preek, joh. Ja, heel mooi. Ja. Maar het is waar. En de vraag is, wil je het ontvangen? Ja. En wat doe je er dan daarna mee? Ja, klopt. Weet je, ik realiseer me dat je zit te kijken en zit te luisteren. En dat altijd natuurlijk doet met één oor in je eigen situatie en één oor dan hier. Ja. En dat je misschien wel zegt, ja, maar als je zou weten... waar ik doorheen ga, of jullie hebben makkelijk praten, want ik zit nu midden hier of hierin. Dan geloof me, ook wij hebben ons deel. Ik heb ook persoonlijk mijn deel, daar weet je ook een hoop van. Ja. Mooie dingen kosten altijd iets. Ja. Kosten altijd iets. Iemand zei laatst tegen mij, ik
kreeg zo'n mooie bemoediging. Die zei, ik zie een leliebloem. En aan de bovenkant tussen de lelies zo'n mooie witte. Hij zegt, maar mensen vergeten altijd dat die geworteld zijn en groeien vanuit de modder. Ja. Vanuit de duisternis. Ja. Vanuit een plek die vies is waar niemand wil zijn. Hij zegt, mensen zien altijd die bloem, maar God die weet ook wat eronder zit. Ja. En dat is misschien ook wel een mooie bemoediging voor jou. Ik heb geen idee waar je doorheen gaat, welke pijn je moet verdragen, maar mogen erop vertrouwen dat Jezus daar ook is. Dat hij die pijn ook van je over wil nemen. En dat je het ook aan hem geven mag. En dat is wat ik je gun. En dat je op zijn tijd, net als Jan, ook een keer uit je stekker mag gaan over gewoon de situatie. En dan ook eens zat van, ik vind het lastig of ingewikkeld. Maar Heer, toch vertrouw ik u. En kom ik elke keer weer terug bij u. En dat is ons gebed voor jou. Ik wil je bedanken voor het kijken en je betrokkenheid. We hopen dat het een zegen voor je was. Jan ook, dankjewel. Het was heerlijk met elkaar op te trekken. Bless you en tot de volgende keer.